Vandaag is het 3 juli en dat betekent dat we nog zo'n 60 dagen te gaan hebben voordat ALS IJsselstein gaat plaatsvinden en nog 60 dagen lang donateurs kunnen werven. En ik keek op onze website en zag daar dat de nummer 1 nu inmiddels meer dan 2000 euro heeft opgehaald. En dat is zeer indrukwekkend, een heleboel geld voor iemand die dat alleen doet. Ze is gesponsord door 72 donaties. Ontzettend knap. Ik wilde weten, wat is daar aan de hand? Wat is haar geheim? En ben dus onderweg naar haar om te vragen hoe ze dat doet. En dan kunnen jullie deze informatie en tips en trucs ook gebruiken om vervolgens ook heel veel donateurs te gaan werven voor Stichting ALS. Ik ben Joyce Vliet en ik ben fysiotherapeute. En ik kom eigenlijk bij mensen bij ALS, met ALS. En ik kom ook bij andere patiënten aan huis en ik werk in de praktijk. Ik hou heel erg van sporten. Dat ben ik eigenlijk. Ik zwem mee met ALS IJsselstein, omdat ik ben gevraagd. En ik heb eigenlijk helemaal niet getwijfeld. Ik denk gelijk van, dat gaan we doen. Omdat het echt een supermooi doel is. En heb ik een paar collega's opgetrommeld die ook mee wilden doen. En daarom zwemmen we eigenlijk mee. Om gewoon wat geld in te zamelen voor de Stichting ALS. Omdat er gewoon echt wel onderzoeken en medicatie nodig is. Ik heb zoveel donaties kunnen werven. Omdat ik eigenlijk de link gelijk op Facebook heb gezet. Nadat ik me had aangemeld. En ik kreeg direct heel veel reacties. Echt hele leuke reacties, hele lieve reacties. Maar ook gelijk heel veel donaties. Van allerlei mensen die ik ken. Maar ook mensen die ik niet ken. Het is wel heel mooi om te vertellen. Ik kreeg ook pas een envelopje hier op de praktijk. Met een briefje erin en 20 euro erbij. Met, Joyce, je kent me niet. Maar mijn man is onlangs overleden aan ALS. En daarom vind ik het zo goed dat je meezwemt. En wil ik je ook steunen en wat geld doneren. Nou ja, dus eigenlijk van mensen, vrienden die ik ken. Maar ook gewoon echt onbekenden steunen. Mij als het ware en de Stichting ALS. Maar daarnaast heb ik wel een foto van mij en de twee ALS-patiënten, Marjan en Jan, heb ik wel in die link gedeeld. Dus dat maakt het wel wellicht wat toegankelijk. Of dat misschien die foto het ook wel maakt dat het wat bekender is ook voor de mensen. Dus de mensen die dan Jan of Marjan kennen. Dat die denken van ja, dat staat dan wat dichterbij, denk ik. Ja, heel Oudewater wil ik nomineren inderdaad, om te doneren en of mee te zwemmen. Sowieso om wat geld in te gaan zamelen voor deze stichting.